Je kent het wel. Je bent aan het twitteren of je bent aan het webbrowsen en je bedenkt je opeens dat je iemand moet bellen. Normaal zou je teruggaan naar je homescreen en je kiest je contacten of je drukt op de belknop en dan kies je iemand uit die je wilt bellen of sms'en. Het kan nu ook makkelijker met Dialify. Een applicatie die een contact toevoegt aan je notificatiebar. En dat kan heel handig zijn, want je kan iemand instellen om te bellen en iemand instellen om te sms'en. Stel, ik zit te twitteren en ik wil snel iemand bellen. Haal ik de bar naar beneden en dan klik ik de persoon aan. En dan begint hij meteen te bellen. Hier een andere contactpersoon. Onze Sylvester. De applicatie heet Dialify. En als je de applicatie aanklikt, krijg je dus de totale lijst met contacten. Die je dus onafhankelijk kunt selecteren. Als ik contacten aanklik, krijg ik een keuzemenu. Ik kan hem bellen, sms'en of allebei. Of je zet hem uit. Nou, ik wil deze contact veranderen in een sms. Ga ik terug. Haal ik de bar naar beneden. En dan staat hier tekst mobiel. En als ik die aandruk, kan ik me meteen een sms versturen. Om een extra contactpersoon toe te voegen, ga je weer terug naar de applicatie. Selecteer je in de lijst je contactpersoon die je wil toevoegen. Dan druk je erop en dan krijg je een keuzemenu. Ik wil hem graag bellen. Druk je hem terug. En dan zie je dat hij toegevoegd staat. Dan doen we het nog een keer. Nog een contactpersoon. Tekst. Om te sms'en. Weer terug. En dan staat hij in je lijst. Makkelijker kan het niet. Voor degene die snel willen werken en snel iemand willen bellen, dan is dit een hele handige applicatie. De applicatie heet Dialify en is gratis te downloaden in de Android Market.